Ja, wat doet de man met de hoed? Die zet hij op. Dagelijks HD. Oké, ik ben dus net klaar met het openen van packs. En ik heb Deli Alli gepackt. En ik heb dit team eromheen gebouwd. En ik had natuurlijk ook mijn Lane Payet. Staat hier volle Gamacy. Nee, dat fix ik nog wel even. Maar dit team is erg ziek. En nu heeft EA een ziek toernooi gelaunched. Je hebt misschien nog gezien als je FIFA gezien hebt. Met dit toernooi moet je 18 BPL space hebben. Maar je kan gewoon Team of the Season hoed winnen. Alleen met dit toernooi kun je aan Team of the Season hoed komen. En volgens mij is die denk ik untradeable. Dus verder is dan dit kun je hem ook niet krijgen. Dat is gewoon ziek. En ik moet hem hebben, jongen. Jij denkt is gewoon een hoed. Maar het is een speciale hoed. Ik ben ziek hype over het middenveld. Ellie staat wel redelijk verdedigend. Maar het is een hele allround speler. Ik verwacht dat ik voornamelijk standaard BPL's tegen. Ja, inderdaad. Slechte opstelling. Deze gaan we gewoon winnen. Duimpie. Als ik één comment zie over Kevin De Bruyne die geen Team of the Season heeft, ik ga janken. Deli Alli. Deli Alli. Huh? Nee joh, is een vrije trap. Payet's stats zijn zo laag voor een Team of the Season. Die man kan zo goed vrije trappen nemen. Oh kut, veel te hard. What the fucking lag. Bruh. Nee, ik zit op wifi. Zit ik op wifi? Nee, ik zit helemaal niet op wifi. What the fuck? What the fuck? Oké, okay, bring it on bitch. Golo. Ik heb al gezien, deze man weet wel echt wat hij doet. En hij kan echt best wel FIFA. Weet je dat Touré zo'n trage debiel. Waarom was er geen vrije trap voor die gast? Touré is in het echt zo'n trage debiel. Dat hele City was zo slecht in de Champions League. Hoe zijn die zo ver gekomen dan? Nee, wat doe je nou met de biel? Oh mijn god, die gaat die scoren met Vardy. Hij gaat hem leggen. Lekker voor je, bitch. Wie komt hem daar van de lijn? Ik zweer je, joh, Walker is door. Deze man heeft alles zo vastgetimmerd achterin. Ik kom er gewoon echt niet door. En dan die voorzetten van zo'n Walker. Oh. Kom, wat een geluksgoal. Maar dat boeit me geen ene kak. Is het Jamie Vardy? Ja. Ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk. What the fuck is dit? Wat een prachtige goal zeg. Ja, ik heb ze ook wel eens gemaakt. Juri zit even te brallen dat hij ook zulke goals wel eens gemaakt heeft. Ja hoor, je hebt nog niet eens fucking leeg doelgoals gemaakt jij. Trapje, ik hou van je Juri. De positie in. Penalty. Hou je bek. Geef hier een penalty voor. Kom op. Oké, we hebben weer geluk. Ik heb niks gezegd. Je schiet penalties meestal door het midden, want dat blijven ze bijna nooit staan. Yes. Perfecte voorzet. Ja, deze voor jou. Payet maakt die derde. Kom op. Het is geen eens buitenspel. Oké, we spelen het Albert Alton nog redelijk makkelijk uit deze pot. Ik heb toch gezien, deze man weet wel echt wat hij doet. En hij kan echt best... Nee. Hij is weg, door naar de volgende ronde. Oké, nog 3 wedstrijden te gaan voor de Team of the Season hoed. Hij heeft een speciale EA kit. Dus hij zou capabel moeten zijn om iets gewonnen te hebben in zijn leven. Oké, hij speelt wel extreem aanvallend. Dat stadion van mij... Dat stadion van mij. Je kan echt niet meer. Deze man kan echt FIFA. Oh, wat voetbal. Oké, Walker. Walker terug op De Bruyne. De Bruyne zit helemaal vrij. De Bruyne, debiel. En niet De Bruyne is een debiel, maar die Walker, jongen. Ik heb een trucje bedacht. Komt-ie. Oh, dit is niet echt de bedoeling. Walker, haal gewoon die counter eruit door hem te tackelen. Nee! Wat een downer. Wie deed dat? Vardy. Oké, gelukkig. Hij is alles onder controle. Perfect. Perfect! Deze corner, Deli Alli. Hij is gepakt door onszelf. Hij stelt ons niet teleur. Oh, ben ik rood. Oh, ben ik lekker. Oh, ben ik lekker. Yo, wat is dit? Holy shit, wat deed ik even De Bruyne nou weer? Net geen buitenspel. In één keer erop. What the fuck, doe ik? Ik wil hem cancelen. Nee, ik dacht dat hij helemaal uitkwam. Wie is dit? Bolassie, what the fuck? What the fuck? Wat wordt hij nu geblokt? Hij beukt even 2 zieke beasten op site, terwijl die 76 rated is. Het is dat Company hands maakt en hem wegslaat verder, maar dat ben ik ook niet uit. Payet gaat er langs. Payet. Red de katet. Hoppa, Vardy. Come on, 2-0. Deze is binnen. Nee, al de wereld rood. Oké, dat had ik ook echt niet moeten doen. Het is echt een vieze overtreding. Vardy, maak het envelopje. Oh my fucking god! Payet, hoppa. Maak nou... Prima, 3-0. Door naar de volgende ronde. Maar dat was natuurlijk al lang duidelijk. Nog 2 rondes te gaan. Ik zet voor Alderweireld even Smalling erin en we knallen door. Wacht. Payet begon met 6 wedstrijden. En ik heb nu 2 wedstrijden gespeeld. En nu heeft hij nog maar 3 wedstrijden over. Huh? Ik vind het altijd best wel prima om tegen 4-1, 2-2 te spelen. Ik weet niet wat het is, maar helemaal als hij met Darmian speelt. Dat is echt een kakzooi. Oh ja, wacht. 1 gast liefde natuurlijk heel snel het potje. Dus had Payet er al een lane wedstrijd af. Ja, ik weet het weer. Sorry. De Bruyne. Door. De Bruyne. Deze moet erin. Die moet er toch... Oh my fucking god!
Nou ja, zeg die. Ja, nu wil IE gewoon niet dat ik win. Ik zweer het. Ze willen gewoon niet dat ik win. Nu word ik altijd zo. Als dit gebeurt, word ik zo agressief. Maar dan moet je juist even rustig blijven. En gewoon je volgende kans scoren. Maar dat gebeurt dan ook niet. Nu. Hij gunt me. Hij gaat. Ik ga eruit. Ik ga er sowieso uit. Ik ga dit potje niet winnen. Ik weet het nu al. Maar dat moet ik niet zeggen. Want ik raak ook gefrustreerd hiervan. Nu. Oh, ah, gelukkig. Gerechtigheid. Als hij nu dan zo vroeg komt, dan ben ik nog rustig. Yes, het wordt ineens donker, joh. Kwartier of the season hoed. Late night sessies. Vardy. Afmaken. Oh, wat een kansen. Wat een kansen. Maar is ook een 75 spitstuk, die Vardy. Touré, rennen. Je bent traag. Oké, Touré. Maak af. Wat doe ik? Ik doe niks. Ik heb geen plan. Kom op, we gaan er toch in. Ik had helemaal geen plan van die genoeg. Ik rennen maar recht op de keeper af. Maar hij maakt hem af. Woe. Zal eens tegen Liverpool. Oké, toen deed hij het veel zieker. Weet je, die goal Vardy nog tegen Liverpool. Toen kwam hij ook zo hoog. En toen pam. Oh, en die kruising, jongen. Oké, scoort nog. Letterlijk zijn eerste kans. Oké, dit gaat helemaal mis nog. Nee, Smalling. Stomme Dino. Gelukkig gaat hij er niet in. Smalling. Halve finale. 2-1 gewonnen. Deze was close. Ondanks dat ik echt veel beter was aan het begin, gingen die kansjes er niet in. En dat zat zo naar. Ondanks dat hebben we hem gepakt. We hadden veel meer schoten. Maar nu moeten we de finale nog pakken, joh. Focus. Ik ben heel benieuwd, vriend, wat je ervan gebakken hebt. Het is een 4-1-2-1-2 team. Het ziet er wel meer gebalanced uit. Ik ben benieuwd. Geen echte pace voorin. En eigenlijk ook niet op het middenveld. Vardy. Come on, Vardy. 1-0 in die finale. Hoed, we are coming for you. Is gewoon Hoed. En hij zit even triest te doen tegen die verdediger. Deze man heeft ook voor. Heeft hij nou het kit van de divisie 1? Het is ook. Ik had kunnen leren dat ik kunnen zien dat het echt gewoon een beast is. Of heeft hij geen divisie 1 kit? Nee, is geen divisie 1 kit. Vardy. Wat je doet. Nu. Niet over! Kijk, zo ga je. Zo maak je het niet makkelijk om te winnen. Dit is zo. Waarom is dit een vrije trap? Ik snap dit spel niet. Dembele. Dembele, neem mee. Dembele, met je linker. Oh, die keeper. Keeper. Zo, wat een goal. Ik stop erin. Dembele. Uitstand. Smikkelbelg 2.0 confirmed. En zijn kaartje doet het heel goed. Ik heb niet eens een pilon op hem gezet. Wat? Terug. Maak af. Winnen. Easy. Goed. Kom maar in die club. Oké, dit was ook heel random, die keeper. Dit is ook weer zo ziek, hè. Die maakt die rebound ook af. Dat schot van Payet. Ik moet hem eigenlijk overwegen om hem te kopen. Oké, gaat er nog één keer langs. Dat vind ik wel zonde eigenlijk. Daar heb ik helemaal geen zin in. Gefeliciteerd. Geniet van je beloning. Die hoed is maar een paar punten geüpgrade trouwens. Hoedje, dank voor het kijken. Ik vind het vet. Dit is mijn tweede PPL team of the season. De vorige video hebben we packs geopend. Kregen er één. Nu hebben we FIFA gedaan. Hebben we er één. Ik bedank jullie voor het kijken. Een blauw duimpje is top. Ja, wat doet de man met de hoed? Die zet hij op. En heb ik in de spits Manus Dabber. Hij is een echte dabber. Jammer dat je niet kan dabben als je scoort. Maar dat kan volgend jaar vast wel.